Met veel feestelijkheid heeft Suriname dit jaar weer de Dag der Vrijheden gevierd. Voor de jeugd waren er in Paramaribo allerlei spelen georganiseerd, waarvan vooral het paalklimmen een moeilijk maar gewaardeerd onderdeel was. De verkenners vergaten voor één dag een goede daad te doen en maken het de jeugd bijzonder lastig. De meisjes zagen met groot genoegen hoe de jongens elkaar toetakelden in een hevig kussengevecht. Grote belangstelling trokken ook de bootwedstrijden op de Suriname-rivier. Het roeien op deze stroom is geen eenvoudige zaak. De roeiers moeten zoveel mogelijk de oever houden om niet af te drijven. De race werd gewonnen door de bemanning van de boot Oranje Nassau. Hadden de roeiers al niet over belangstelling te klagen, zo mogelijk nog talrijker was het publiek dat kwam kijken naar de waterski-demonstraties. Een kotto-missie die in volle klederdracht over het water scheert, zie je ook in Suriname niet elke dag. Een heel bijzondere attractie voor de feestvierenden was de grote kermis op het Bronsplein, waar alles wat draaide tot de laatste plaats bezet was. De toeschouwers beleefden veel genoegen aan de pret van de jeugd, die de draaimolens vrijwel doorlopend in bezit hield. Op de Dag der Vrijheden herdenkt Suriname de emancipatie van de slaven in 1863. De jaarlijks terugkerende feestelijkheden zijn een traditie geworden van een volk dat zijn vrijheid lief heeft.